over de nieren. En met name de niereenheid. Nieren, een raar orgaan, want je hebt er twee van. Je kan er zelfs één missen. Hè? Die wordt ons weggegeven. Die nieren die zitten, als je hand in je zij doet, die zitten ongeveer waar je duim zit. En als je wel eens naar boksen hebt gekeken, dan zie je dat boksers elkaar proberen te raken in de nieren. Want dat doet nogal pijn. Goed, die nieren die maken urine. Ze maken niet echt urine, maar ze onttrekken het uit je bloed. En dat is voor sommigen nog wel eens een openbaring. Einde van de route is dus urine. We gaan eerst kijken waar dat vandaan komt. Een aanvoerend en een afvoerend bloedvat. Ja, dit is een nierslagadertje. Die heeft een grotere diameter als het afvoerende bloedvat. Daarom bouw je druk op hier in dit haarvatnetwerk. Het kluwen van bloedvaten. Glomerulus geheten. Dat is poreus. Vloeistof lekt daar naar buiten. Wordt opgevangen in dat kapsel van Bowman. En dat is wat ik met die groene druppel geprobeerd heb duidelijk te maken. Dat is mijn voorurine. En die voorurine, daar maak je heel veel van. De methode die ik gebruik zeg 180 liter per etmaal. Ik heb ook wel eens 150 of 200 gezien. Het is in ieder geval heel erg veel. Ja. 150 liter voorurine kan je per dag niet verliezen. Dus dat is veel te waardevol. Er moet nog heel veel aan onttrokken worden, zodat we hier uiteindelijk maar 1,5 à 2 liter urine per dag overhouden. In het kapsel wordt dat voorurine opgevangen en dan krijg je een eerste kronkelend gedeelte. En je ziet daar twee verschillende kleuren, twee verschillende pijlen. En die kleuren die zeggen iets over de manier van opname. Uit die voorurine wordt namelijk voedingsstoffen en zouten onttrokken. Actief en passief water gaat mee via osmose, maar ook een aantal ionen gaan mee. Ja, passief. En dat is iets waar je op moet letten, want hier over de celmembraan heen, wordt hier, of door de celmembraan heen, worden die ionen getransporteerd. Vaak op een passieve manier. En dat is iets wat anders is. Want je zou verwachten dat de celmembraan alleen permeabel zijn voor water, een semi-permeabel membraan. Dat is hier dus niet het geval. Dit gedeelte is permeabel voor alleen water, maar dit gedeelte is permeabel voor water en NaCl. Hier zie je de lis van Hendelen en in deze lis van Hendelen daar wordt water en zouten onttrokken. En het is met name hier in die lis van... Met name in die lis van Hendelen wordt de concentratie opgeloste stoffen enorm veel groter in die voorurine. Want hier wordt dus heel veel water uit onttrokken. Hoeveel water hier uit wordt onttrokken, uit die voorurine, dat wordt bepaald door een bepaald hormoon, het ADH, het antidiuretisch hormoon. En op het moment dat jij een hoge osmotische waarde in je bloed hebt, ja, dan produceer je meer ADH, meer antidiuretisch hormoon, en wordt de hoeveelheid water die hier wordt onttrokken aan die voorurine wordt groter. Ja, dus je gaat conservatiever om met je watergebruik. Nou, als daar dus heel veel water weer uit wordt gehaald, dan zal de concentratie, de osmotische waarde, de concentratie opgeloste stof of de osmotische waarde in je bloed, ja, die gaat op een gegeven moment weer omlaag. En zo krijg je dat door de tijd heen, ja, dat die osmotische waarde van je bloed een sinusoïde oplevert. Dat ADH, daar is nog iets anders mee aan de hand. Want als je alcohol drinkt, heeft dat effect op hoeveel ADH je aanmaakt. Dat ADH, ja, dat gaat namelijk naar beneden. Ja, de plek waar ADH wordt gemaakt, alcohol interfereert met die plek. En je produceert dus minder ADH. Dus als je minder ADH produceert, kan je minder water onttrekken. Blijft er dus veel meer water in die voorurine zitten. En dat merken we allemaal. Ja, want als je een paar drankjes op hebt, dan moet je vaker naar de wc. En het probleem is dat je te veel water verliest. En als je te veel water verliest, dan merk je dat 's ochtends aan koppijn. Ja, daarmee dus gedehydrateerd. Ja, je bent uitgedroogd. Je had meer moeten drinken. Maar geen alcohol, maar gewoon water. Uiteindelijk, na die lis van Hendelen, krijgen we nog een kronkeld gedeelte. En ik heb al die pijlen die hier overal in zouden getekend moeten worden, die heb ik achterwege gelaten. Want er wordt heel veel uitwisseling van ionen en van water gedaan. Uiteindelijk komt het hier in dat opvang. Kanaaltje.
Dat levert mijn urine op. Dit gaat via het einde van mijn nieren gaat het naar mijn blaas. En dat levert uiteindelijk die 1,5 liter tot 2 liter urine per dag op. Ja, dus we gaan van 150 tot 200 gaan we naar 1,5 à 2. Dus we blijven ongeveer met 1% over. De concentratie, hoe dit werkt. Ja, concentratie opgeloste stoffen in die voorurine en dat bloed. En hoe dat werkt, dat staat uitgebreid beschreven in je BINAS. Hou het ernaast. Ja. Je moet het vooral kunnen volgen. Dit gedeelte zit trouwens, dit zit in je schors, dit zit in je merg. En dan hebben we volgens mij de belangrijkste zaken hebben gehad van deze nefronen. Veel succes!